Yo, ik ben Giel. Thomas. En vandaag, jawel, gaan we niemand minder dan Tony Junior stalken. In deze miniserie achtervolgen wij 4 bekende Nederlanders. We moeten ook nog 2 opdrachten uitvoeren. En heel belangrijk is dat we niet gezien of herkend mogen worden. Nee. Vandaag is ons target Tony Junior. Yes! Tony, wat ga je doen, schat? Hij heeft de diamant over, ik ga er achteraan over. Dag jongens, ik ga nu maar nadenken waar ik naartoe ga. Aju! We kennen natuurlijk ook weer Brian, dat is slash zijn beste vriend slash manager. Ja, zeker. Jawel, die heeft tegen mij gezegd, om 11:45 heeft hij een sportafspraak in de gym. Die zit in het complot, Brian. Die zit in het complot. En vervolgens gaat hij door naar de studio van 538 in Hilversum. Dus dan zouden we iets in die sportschool kunnen doen. Ja. En we zouden iets bij 538 kunnen doen. Precies. Aan jou de eer, Giel, om onze eerste opdracht te pakken. Deze. Zorg dat diegene jouw gedag zegt. Dat zou te doen moeten dat zijn. Dat zou te doen moeten zijn. Dat zou eventueel in die sportschool kunnen. Dat zou eventueel in die sportschool kunnen. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, maar we moeten nog een opdracht doen. Nou, die mag jij pakken, Toon. Kom op. Ja? Laat hem of haar voor jou stoppen. Ja, dat is lastig. Hij heeft natuurlijk een hele herkenbare auto. Ja, kijk, als hij in principe niet weg kan en je zet je auto ervoor, dan stopt hij automatisch voor jou. Tony Junior. We komen eraan. Goosje, we moeten naar... Hij is onderweg naar de sportschool, toch? Ja, hij is nu onderweg naar de sportschool. Hij gaat zo met de sporten. We hebben geregeld dat we in de sportschool kunnen van tevoren. Precies. Dus wij gaan ons vermommen, sportkleren aan, pruikje op. Maar wie gaat van ons hem gedag zeggen? Ja, dat is een goeie. Ja. We kijken wie zo meteen het beste van ons is vermomd, ja? Oké. Okay. Zal ik hem hier rechts parkeren? Ja, knallen maar neer. We moeten echt opschieten, want over een kwartiertje zie je denk ik al. Oké. Okay. Zou Tony me niet herkennen? Je hebt helemaal geen implantaten nodig. Nee, toch? Je hebt nu gewoon een goede bos haar. Ja, daarom weet je wel. 2 euro van de rommelmarkt. Nu moet je een petje opdoen. Een petje opdoen. Het is een begin. Heb je ook een pruik voor mij? Ik heb ook een pruik voor jou. Kijk, deze. Is dit mijn pruik? Dit is jouw pruik. Is het wat? Pink, wat is dit voor vermomming? Je moet gewoon gedag zeggen. Het enige wat ik te doen is gewoon hallo terugzeggen en is te slaan. Ik kan je nu al vertellen dat het helemaal van... Jongen, jongen, en die broek die valt. Ah! Ja, hier wordt hard getraind. Goeiedag. Okay. Hey, dit is echt de slechtste vermomming ooit, hè? Ja, ik weet niet. Het staat hier wel goed, maar ik denk niet dat je erin trapt zo. Kom, we gaan omkleden. Damn, son. Oké, ik zeg hem gedag zo meteen. Jij blijft hier in de zaal. Ja. Hartstikke dom idee. en we hebben natuurlijk, zoals jullie van ons gewend zijn, wat verborgen camera's hier neergehangen. Hier zit er eentje, zie je niet, in het bloempotje. Hè, Tony, zeg maar hoi. En natuurlijk zit je hier in de gang, zit er ook nog eentje. Hè, in deze doos. Nou. Deze zie je wel. Jij gaat trainen, Puk, succes. Hey, succes. Ja, vergeet het niet, gedag zeggen. Ik probeer gedag te zeggen, maar hij moet gedag zeggen tegen mij. Ja, ja, knal het niet, hè. Hij moet gedag zeggen tegen mij. Ja, ja, dus je moet hem gedag zeggen dat hij je gedag terug zegt. Wil je het oefenen? Nee. Nee, dit moet gewoon one shot zijn. Oké, succes. Lekker pik. Hey, sportsman. Jongens, dit gaat nooit lukken. Ik zit hier op een roeiapparaat. Ik ga zo even kijken roeien en dan kan Tony hier zo langs lopen. Dan kan ik hem wel een beetje bespioneren. Laten ze wel lachen. Maar hij mag dus echt niks door, want we moeten nog de hele dag achtervolgen. Kom Tony, je kan hier f***ing langer met zijn. Kom op, Tony. Hij is er, hij is er, hij is er. Hij... Hoi. Ik ben niet achterlijk. Ik zie hem. Ik zie zijn tegenkom. Waarom is Giel hier? In principe is de opdracht geslaagd. Ik zei wel hoi. En hij hield voor mij netjes de deur open, dus wat dat betreft is het allemaal gelukt. Maar Thomas zit daar dus nu nog binnen, dus ja, helemaal Ah, god. Hoe kan je dat doorhebben? Ik ben binnenkom. Mijn collega heeft het niet goed geacteerd, hoor. Hij heeft Giel het ja? Ja. Kanonnen, jongen, hoe moeilijk is het? Wat is hij aan de hand? Niks. Ik wil een grapje uithalen, maar ja, die gast die het. Je bent herkend, hè?
Giel, waar heb je jou gezien, man? Ik ben herkend. Zag hij jou? Ja, jongen. Wat zei hij? Hij heeft jou gezien. Dus ja, maar. Hij in die sportschuur, dan gooi ik meteen de handdoek naar me toe. Hij zei, ja, ik zag Giel meteen. Oh, dat meen je? Giel, jongen. We gaan wel door met onze achtervolgreactie. Ja. Maar nu is het wel een soort van... je bent wel een beetje verprutst. Dat was al best goed. Nou, action cam ophalen. Ja. En dan ons pakje aan. We gaan naar het volgende. Tony gaat nu even een uurtje sporten. En dan gaat hij naar 538. Dat is goed. Ja. Ja, helemaal kut. Even tuteren. Ah, kantje! Dat is ook mooi. Ja, dit is hem. Dit is hem. Bukken. Is dat hem? Ja, dan gaat bukken. Bukken, ja, mag je niet zien. Hij staat stil bij het stoplicht. Ja, dan ga ik eraan! Ja, rustig. Oh, nee! Zo ga je het zo. Dit is wel spannend hoor, dit. Het gaat wel echt goed. Tot nu toe heeft hij ons er volgens mij niet meer gezien. Huh? Valt dit op. Gaat rechts. Ja, ook gewoon rechts aan, erachter staan dan. Wat ben je nou aan het doen, joh? Nee, rij door, Nee, waarom rij je niet door? Ja, ik kan... Rij! Alles valt op. Ik kan niet achter me staan, snap je? Hier, ga hier rechts dan. Oké, okay, we zijn Tony nu kwijt, maar we weten waar hij woont en daar zal hij toe lopen. Ik heb niet gezien dat hij naar binnen ging. Ja, hij is sowieso naar binnen, toch? Moet wel. We kunnen toch die manager vragen of we naar binnen kunnen? Ja, maar Giel, dat gaat toch door hebben? Nee, jongen. Brian! Mogen we even mee bij jullie naar binnen? Ja, maar. Ja, maar dan gaat hij ons toch zien, bro. Goeie, het moet een beetje spannend zijn, toch? We zijn hier gewoon in zijn huis. Ja, weet ik. Oké, we zitten momenteel even stopt in het huis van Tony. Dat is wel mooi, toch? Daarboven hier is hij aan het douchen. Het is ons gewoon gelukt om nu hier binnen te sneaken. En nou gaan we wachten tot hij zo meteen weer naar zijn volgende afspraak gaat. Moeten wij heel snel in de auto zitten? Ja, moeten we echt tering snel in die auto. Moet ik niet gewoon in de auto gaan zitten? Ja, dat kan ook. Ja, anders doe jij in de auto? Ik blijf hier, ja? Succes. Goed. Yo, thanks man. Oké, jongens, dus echt, ik zit gewoon verstopt in het huis, in de studio van Tony. En niemand die heeft natuurlijk door dat ik hier zit. Dus ik hoop dat Tony mij niet ziet in ieder geval. Hij komt er heel langs. Giel, we moeten nu gaan. Ja, go! We moeten gaan. Ja, ik heb hem op beeld, ouwe. Ja, zo, wat was dit spannend, gek? Ja, dan gaat hij erachter. Het is rood, man. Waarom heeft hij alle stoplichten mee? We zijn hem kwijt, Thomas. Ja, we zijn hem gewoon kwijt. Ja, omdat hij twee stoplichten mee had en wij twee stoplichten tegen. Ja, daar kan ik ook niet heel veel aan doen. Maar we weten dat hij naar Radio 538 gaat. Dus wij gaan daar ook naartoe. Ja. Volgens mij rijdt hij daar, of niet? Even kijken, ik ga het even verifiëren. Mijn scan zegt voor 80% is hij het. Ja, dat is het. Ja, 100%. Hij is volledig geïdentificeerd. Tony Junior rijdt hier op de A27. We got him. Maar oké, luister. We moeten dus zometeen nog wel een opdracht uitvoeren. We moeten hem proberen klem te zetten. Nou ja, weet je, als hij zijn auto parkeert, parkeren wij gewoon zijn auto er precies voor. En dan geven we inderdaad de sleutels aan de security, toch? Ja. En dan zegt de security, oh ja, sorry, dat is mijn auto. Ik parkeer hem even helemaal. Ja. Zoiets. Je ziet dat het zo fucking moeilijk is om iemand gewoon te achtervolgen. Weet je wel, normaal gaat dat niet zo moeilijk. Maar ja, als Thomas rijdt, houd toch gaat op, hij gewoon... Man. Kijk, daar zit je er helemaal tussen. Achter een f***ing stoplicht. Ja. Hoe kan ik zo'n auto rijden? Ik kan toch niet. Hier, dit is het gebouw. Hier is Radio 538. Dit is een undercover team, staat hier klaar. Ja, hij is al naar binnen. Hij is naar binnen, naar de parkeergarage. Ah, kut. Oké, gaan wij dat ook doen? Ja, we moeten onze auto dus nooit voorzetten. Ja. Goedemiddag, hoi, kom je. Hoi, Thomas Talpa Social. Oh nee, we moeten binnen parkeren. Oké, hoe staat de auto? Waar staat zijn auto? Waar staat zijn auto? Dag. Ja, dit is... We kunnen de opdracht voltooien, houden. Lekker, nou. Ja, maar die auto kan ook niet uit. Zo.
Dit is zo kut. Als je dit aantreft, denk je echt, hey, wat de fuck is dit? Gaan we nu gewoon zo neerzetten? Nee, dit is de auto. Hier zit die straks in. Nou, we moeten deze dus klem gaan zetten. Ja. Laten we naar de beveiliging lopen en met hun een praatje maken. Goeiedag. We zijn Tony aan het achtervolgen. We moeten twee opdrachten uitvoeren terwijl we hem achtervolgen de hele dag. En één opdracht is, we moeten zijn auto vastzetten. Dus dan doe ik dat en dan leg de sleutels hier neer. En dan zeg ik, oh sorry, mijn fout. En dan zetten we hem even aan de kant. Maar dan is het wel gelukt. Hij maakt niet uit. Nee, precies. Nou, geregeld. Het ging best vlot. Ja. Zullen we gaan kijken hoe dicht we bij hem kunnen komen? Kun je even kijken of hij er zit? Luister, als die deur ineens open gaat, is het voorbij. Ja, dat is helemaal k***. En dan is het voorbij, stil. Oké. Wat doe je nou? Jij bent echt een flapdrol, hè? Dan zitten ze daar in die studio-opnames, boem. Ja, Tony, kun je het nog een keer zeggen? Dan trapt iemand tegen een deur aan. Toon, we weten één ding. Deze opdracht gaat sowieso lukken. Nou ja, wij weten alles weer te verprutsen natuurlijk, hè? Ja, nee, maar dit moet lukken. Oké, we gaan dus nu de auto voor de auto van Tony plaatsen, zodat Tony niet weg kan. Hij wordt helemaal gek. Een klein stukje naar achter, dan kan die eventueel nog weg, Jan. We zetten het gewoon hier neer. Wij gaan aan de andere kant van die garage zitten. Ja. En dan kijken hoe hij reageert. Ja, precies. Hij wordt gek. Sorry. Oké, wij gaan onszelf stoppen. Vriend, achter dat busje. Ja, dit is wel mooi. Ik wil die kop echt zien. Dan komt er ook iemand anders aanlopen, die kijkt echt naar die auto. Die denkt, wat de fuck is dit? Ja, die is zo aan het kijken zo. Wat? Ja. Ik krijg het belletje van de receptie, hij is nu klaar. Ja. Hij zit nu buiten even te chillen. En dan komt hij naar beneden waarschijnlijk. Oké, top. Kan hij ook met naar beneden komen? Ja, dat is hem, dat is hem. Kijk, daar gaat hij. Ja. Hij wordt gek, hè. Buk. Hij wordt gek, hè. Hij zit met de vriesten. Oh. Hij wordt gek, hij loopt helemaal rondjes op. Hij loopt helemaal rondjes, ja. Hij snapt er helemaal niks van. Hij loopt me zo hard te f***en. Wij lopen hem zo hard te f***en. Ja, deze gozer. Hij is aan het bellen, maar hij staat letterlijk achter een paal. Hij gaat gewoon in zijn auto zitten. Ja, en dan? Ja, dan wat wil je doen? Ja, hij stapt weer de auto uit. Oh ja, ja. Dag Tony, dan moet je terug naar de receptie. Oh jee. Oh kut, hij komt deze kant op. Fucking the fuck, hij komt deze kant op. Nee, wij zijn er niet. Hij komt deze kant op. Kut, wij zijn er niet. Hij komt deze kant op. Hij zit gewoon achter je. Hey Tony, hey, ben jij hier ook? Ik ben de hele dag al niet op zo'n wacht. Hoezo wist je dan waar wij zijn waren? Ik zie jullie. Hoe dan? Hij zei zo slecht. Hoezo? Het is echt heel slecht. Wat dacht jij toen je die auto zag? Waar zijn ze? Wist jij meteen dit een stuk? Ja. Dat was nog in de sportschool en ook niet. Ja, dat was een beetje... Nou, dat was een beetje een foutje. Ja. Maar had jij meteen door dat ik het was, of zag je... Zelfs Brian zag je hoofd. Ja, die pruik, hè? Ja, en toen wist ik dat Henkie ook wel ergens zat. Zou ik hem maar wegzetten? Ja. En laat, vriend. Yo. Giel, ik vond dat het heel goed ging op twee kleine dingetjes na. Nou, en toevallig waren die twee kleine dingetjes alle opdrachten die we vandaag moesten doen. Afijn. Volgende week weer een nieuwe kans. Ja, precies. In ieder geval jullie bedankt voor het kijken. Vergeet gewoon niet even een duimpje omhoog te doen. Hoeveel willen we? Ja, zoveel mogelijk. Een keertje 40.000. Even belachelijk veel. Top. En je kan ook abonneren op ons kanaal als je automatisch video's van ons wil zien. Je kan ze ook volgen op social media. Check onze Instagram. En laat in de comments even weten wie wij eventueel de volgende keer moeten gaan stalken. Nou, ik heb wel een ideetje. Ik zie jullie volgende week. Doei. Later.